Woensdagnamiddag 6 mei rond 15 uur kwam een korte maar hevige storm boven Ninove. Een wagen die geparkeerd stond op het Oud-Strijdersplein in Ninove deelde ook mee in deze stormskade. Vallende dakpannen waren hiervan de oorzaak. De schade was niet alleen op te merken in Ninove, ook in Denderwindeke, meer bepaald in de Linkebeek, kwam een schouw door een dak van een woning terecht. De buurt aldaar spreekt over een valwind die zeker een spoor van 200 meter vernieling aanrichtte. In de achterliggende bossen zijn veel bomen gewoon afgeknakt.